Het is alweer 5 jaar geleden dat de eerste straatbiep geplaatst werd. Dus tijd om eens even gaan te kijken hoe het er nu mee staat. We zijn 5 jaar geleden begonnen met straatbieps in maart. Toen zijn jullie ook bij de opening geweest, bij de kade. Dat was heel leuk, met nep champagne en we hebben er echt een feestje van gemaakt. Inmiddels bestaan de straatbieps 5 jaar. En het loopt nog steeds goed. We hebben nog steeds tientallen straatbieps zich houden staan. Ja, en toen moesten we natuurlijk afwachten of het zou gaan lopen. En of het initiatief echt wel voor de mensen toegankelijk was. Maar volgens mij is dat wel zo gebleken. Ja, dat is zo gebleken en gebleven. Wat je merkt is dat er meer straatbieps bijkomen. Sommige die vallen ook af omdat mensen verhuizen bijvoorbeeld. Maar over het algemeen gaat het nog steeds prima. En hoeveel zijn er nu zo ongeveer? Ja, een stuk of 40. Ja, want volgens mij kunnen de mensen nu ook zien waar ze allemaal zijn. En dat ze op de telefoon kunnen kijken van of ze in de buurt zijn van een straatbiep. Ja, via Google Maps hebben we een kaartje. Dus dan kun je zelf kijken waar je zelf bent en waar de dichtstbijzijnde straatbiep. Worden er ook wel boeken weer nieuw ingelegd? Ja, dat verschilt heel erg. Ik was zelf een straatbiep in de Spieringstraat. Je ziet daar dat de mensen die de boeken indoen anderen zijn dan mensen die de boeken uithalen. Dus vaak zet ik even een oproepje op Twitter en Facebook van mijn straatbiep is weer leeg, kunnen we wat boeken meenemen? Die worden dan ingedaan. Het zijn andere mensen die boeken eruit halen. Het is niet zo dat wie een boek eruit haalt ook weer een boek terug doet. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar ik denk ook wel dat het vaak dezelfde mensen zijn. Die boeken komen halen. Ja, klopt. Ik heb een beetje vast publiek, zeg maar. Veel mensen uit de straat, veel mensen van de Aloysius-school die bij mij in de straat zit. Ja, je ziet wel dezelfde mensen steeds terugkomen die weer eventjes komen neus in de straatbiep. En kinderen. Ja, ook. Ja, kinderboeken gaan altijd heel snel. Dus mijn oproep is altijd aan mensen, doe vooral kinderboeken erin. Want je ziet dat die gewoon meteen meegenomen worden door kinderen. Ja. Het is heel divers, hè? Ik bedoel, kookboeken, reisboeken, catalogus, alles kan je erin vinden. Ja, pas vroeg iemand aan mij, doen jullie ook censuur? Kijken jullie wat je wel in de straatbiep wilt en wat niet? Nee, in principe niet. Nee? Ja, wat erin zit, zit erin. Heel soms dan, we hebben pas een tijdje een folder had hij er steeds in gedaan. Met gewoon niet zulke prettige uitspraken. Ja, die vis ik dan natuurlijk gelijk eruit en die gooi ik weg. Maar verder, ja. Maar volgens mij heb je er eigenlijk best wel aardig wat werk aan. Het valt wel mee. Over het algemeen vult die straatbiep zichzelf wel. Zeker als ik even een oproepje doe om weer boeken te brengen. Wat ik wel doe is even een rondje af en toe door Gouda om te kijken of alle straatbieps er nog zijn. En of er nog boeken bij moeten. Ja, dat kost eventjes wat tijd. Ja, ik denk als je dat hele rondje gemaakt hebt, dat je toch wel een uurtje, anderhalf uur onderweg bent. Ja, klopt. Ja, meestal combineer ik het met wat anders. Als ik toch onderweg ben, dan kijk ik gelijk op mijn kaartje waar de straatbieps in de buurt zijn. En dan controleer ik die eventjes. Ja. Is dit nu een land? Landelijk initiatief of is dit gewoon op Gouda gespecialiseerd? Nou, er zijn straatbieps in heel de wereld. Het is ooit begonnen in Amerika met de Little Free Library. We hebben Alianne Terveer, zij is de vrouw van Jaap Mulder. Ze was vaak met hem in het buitenland, hij is een muzikant. En daar merkte ze dat er ook heel veel straatbieps waren. En in Gouda waren er al wel wat, maar nog niet zoveel. Dus dan heeft zij het initiatief genomen om er overal in Gouda bij straatbieps neer te zetten. Is er een sponsor of wordt het gesponsord door de gemeente of Goudapot? Nee, dat is ook niet nodig. Het loopt vanzelf. We hebben natuurlijk zoveel straatbiepjes staan en mensen kennen het en doen er zelf boeken in. Dus we hebben eigenlijk niks nodig. Nou, dat hoor je natuurlijk niet veel, dat nodig is. Ja, heerlijk. Nee. Ja. Nou, ik zou zeggen bedankt voor de informatie en ik hoop dat het eigenlijk zo blijft zoals het is. En dat het er alleen maar meer worden. Ja, ik hoop het ook.